Te melden, hè? Ja. Over de boerderie en zo. Ja, maar we beslissen nog niks, hè? Gewoon lust, aars niks. Maar we moeten het wel hebben over het geld van de varkensboeren. Waarom dat niet wordt overgemaakt? Krek, zo je zegt, ja. En we laten ons niet afgeven, hè? Nee. Oh, ik ben blij dat we met z'n tweeën zijn, zuster. Ja, nu gratis weg is. Zo zonder een man erbij. Ach, wat. Wie binnen maand is genoeg, hoor. En die gaat ons wil ik in de steek laten. Weglopen voor de problemen met die Roos. Maar wij lossen het wel op, hoor, sussie. Ook zonder hem. Nou, denk je dat? Zit. Nou, ja. We zullen wel zien. Doe je maar open, Tom. Ja, doe je het zelf mag. Waarom? Waarom? Je hondje en blaf zelf. Nou ja, dan zal ik wel weer de biester wezen, hè? Hier is het laatste woord nog niet over gezegd, toovogel. Sluis en ik ben client manager bij de boerenbank. Ja, misschien kunnen we even gaan zitten, dan kunnen we kijken wat de boerenbank voor u kan betekenen. Ja, we willen benieuwd van jongens te melden, meneer Sluis. Ja, want geld is het, dat is nog niks meer.
bedrijfszaken zijn natuurlijk niks, hè, voor de aardappelsoort. Maar maak je geen zorgen, uw broer en ik hebben alles grondig doorgenomen en de boerenbank gaat het allemaal piekfijn voor u regelen. Maar het belangrijkste is wel dat we zo snel mogelijk aan de slag komen. Des te eerder bent u dat probleem. Dus ik heb hier twee formulieren. Als u die even ondertekent, dan doe hij de rest. Kijk eens, en ik heb hier twee speciale bellen voor onze goede klanten. U mag ze houden naar ondertekening. Tja. Ja, meneer Slust, neem me niet kwalijk hoor, maar ja, de bank staat natuurlijk wel goed bekend en zo, maar we gaan natuurlijk niet zomaar iets ondertekenen zonder te weten wat erin staat, hè. We vinden wel goed, maar niet gek. Nee, we hadden namelijk gedacht dat u ons eerst wat meer informatie zou geven. Ja, over hoe de boerderie de veur staat, ja. Hè. Ja, want we moeten veevoer kopen, maar er schienen problemen te wezen met de betaling. Ja, het ligt verdurend niet, hè. Of gaan we ze de boel laten versloppen? Ja, beurt u dan zo. Ja. Kijk even, ik heb de boerderij eerst grondig met uw boer besproken, de toestand. En daarna met onze agrarische consulent. Nou, en volgens ons is er maar één manier voor u om uit de problemen te komen. En dat is de hele zaak verkopen. En dat zal nog niet meevallen vandaag de dag. Ja, dat maakt dus niet erg actief hoor. Er zijn al heel wat boeren in de buurt over de kop gegaan. Verkopen? Wat ben ik erin gegaan? Ik ben hier geboren toch? Tantje. Meneer Sluis. Wie blieven hier wonen? Ons hele leven lang. Ja, een deel van de grond verkopen of wat schuren verhuren. Nou, daar valt nog wel over te praten. En als we bij jou geen krediet meer kunnen krijgen, dan gaan we dan naar een aardbank. Ik zou zeggen, denk die daar maar eens heel goed over na. Je kan altijd nog een keer terugkomen hoor. Als je een beter voorstel hebt. Je komt er wel uit, hè? Kijk eens, ik vind het heel erg onverstandig van u hoor. Ja, nu zijn er nog geen grote schulden. Dus op korte termijn kunnen wij nog wel een krediet leveren. Maar ja, vroeg of laat komt er toch een probleem uit. Als u maar wel weet dat ik dit dan aan uw broer moet melden. En die zal niet bijwezen. Holy. Zo, opgeroepen staan netjes. Oh, maar wat moeten we nu doen? Want dit gaat wel even naar aangepast. Ah, rustig nou, Matootje. We gaan zelf wel een plannetje maken. Ja, die Grades is nog niet klaar met zijn zusters. Rustig, hè? Ik heb nu wel zin in koffie. Ja, er zit nog genoeg in. Roep die Piet even. Wat dan? Roep die Piet even voor de koffie. Ja, ik roep maar even. Rustig noem maar, Toontje. Was dat de auto van die bankpief? Ja, meneer Sluis. Die is alle gaar wel eventjes voor de dag. Ik zou regelen. Waar zit ik, Piet? Dag. En meentje, Piet? Hij wou ons op onder die laten tekenen. Zonder u te zeggen wat veel het was. Ja, en want u had me graag zo besproken. Ja. Ja, en moest ik dat onder die tekenen? Doen we dat niet deden? Ja, want we zijn natuurlijk niet gek, hè? Ja. Ja. En toen zei hij, ben ik een hele boven, dan ga ik het even gratis weg. Nou, snap je dat nog? Ja, wat gratis bedoel ik? Ja, maar gratis moet niet denken dat hij hier nog de baas is, zus. Weg is weg. Ja, ik weet natuurlijk niet wat de baas ervan denkt, maar als ik jullie was, zou ik niet kieken met die meneer Sluis. Ze zeggen niks voor niks in het dorp. Sluis, stop je geld in een kluis.
En als je hier terug wil, dan is hij niet toes. Oh, verenigd, Ko. Het is maar goed dat we er niet ingestoken binnen. Nou, dat zeg je maar goed, ja. Ja, maar dan moet natuurlijk nu wel iets verzinnen, hè? Ja. Nou, wat ben je op plannen nou, Piet? Wat bedoel je, juffrouw? Nou, ja. Je was in dienst bij Grabbers. En die is hier nu niet meer. Ja, maar dat werk moet gewoon gedaan worden. Of wou je niet, Piet? Nee, helemaal niet, Piet. We zijn veel te blij dat je hier bent. Ja, we moeten wel zorgen dat er meer geld in binnenkomt. Anders kunnen we je niet meer betalen. Nou ja, dat heb je naast, juffrouw. Ik heb genoeg. Ja. Maar, ik heb eens nagedacht over hoe je verder moet met de boerderij en zo. Je weet dat Moe en ik wonen in het huisje van Weduwe Stad, aan de Varreweg. Nou, die moeten eruit. Ja, alles wordt afgebroken vanwege de nieuwe rondweg. Ja. En toen dacht ik, als Moe en ik misschien wel in het bakhuisje. Ja, dat kan prima. Joop heeft er ook jaren gewoond. En als we de huur nou verrekenen met die hoop, dan ben jullie goedkoper uit. En ik hoef niet zo vroeg meer op. Noem, is dat wat? Ik vind het een geweldig plan. Alleen, ja, is het bakhuis wel groot genoeg voor jullie twee? Ja, met die zolderom zal het wel gaan. Daar kan ik slapen. En Moe, een nieuw bikamertje. Ja, en wat vindt je Moe ervan? Ah, die wil altijd zo dichter bij het dorp komen wonen. Ja. Dat is geen probleem. Maar ja, het zal voor jullie wel even wennen zien. Moe is niet de makkelijkste. Nee. Oh, hoe klap dat is me er een, maar wat. Ja, wat mij betreft is ze wel. Hey, en wat zie ik ook? Ja, ik weet het niet hoor. Nee. Nou, ik zal zorgen dat ze niet de hele dag met van alles over te bemoeien. Ja. Nou, oké, dan is het goed. Ja. Ben je weg eens? Wat mij betreft ben je net. We hebben geen opzegtiet. Nee, dan zag ik gewoon lekker wel maar als je wil voor binnen. Oh, gezellig in mijn buurt. Lekker. Maar kan ik dan de trekker in de kar gebruiken om het spul op te halen? Oh ja hoor, dat is geen probleem. Prima. Dan ga ik weer bang, ze zetten lekker boeren. Dan kunnen jullie de school in. Oh, maar met permissie, mevrouw, dat hoeft niet. Ja, ik ben er al geweest om te kijken of alles erin past. En het ziet er aardig schoon uit. Ja, en moet toch alles over. Ik weet, je hebt alles al geregeld. Ja, ik dacht, die juffer zullen het wel oké vinden. Vanwege het geld, hè. Ja. En het is ook wel prettig om een man in de buurt te hebben. Er wordt zulke warme verhalen tegenwoordig. Maar goed. Maar ga niet maar. Bedankt in ieder geval. En tot later. Wie had dat gedaan? Onze Piet, zeg. Oh, maar gezellig nieuwe buren. Ja. En een schild in de kosten. Dat is wel. Maar dat zou nog niet genoeg wezen, hoor. Maar ja, alle biedt zelf, hè. Ja. En dat moet wezen. Ja, Hans. Binnen. Goedemorgen. Ik wil koffie. Nou, ja. Voor de koffie moet je nog even geduld hebben totdat ik nieuwe heb gezet, Bart. Nou ja, ik kom ook eigenlijk niet voor de koffie, maar over zaken praten. Ja, ik zat net in de Sluis van de Boerenbank weggehaald. Je hebt er nog niks getekend, hè? Nee, natuurlijk niet. Waarom zouden we niet? En trouwens, wat gaat het jouw aanbod, buurman? We kunnen prima voor onszelf zorgen, hoor. Oh, maar dat wiebel ik niet aan buur. Maar ik heb zelf een voorstel vandaag. Zullen we erbij gaan zitten? Oh, ja. En wat is dat voorstel dan wel? Ja, dat wil ik boerderij overnemen. Land, schuren, alles. Ja, als je wil kan je het woningsbrief verbonden, maar ja, misschien ga je liever naar een huisje in het dorp. Maar we gaan hier niet weg. En wat wou je dan? Kopen of huren? Kopen natuurlijk, en tegen een schappelijke prijs hoop ik. Maar wel kale overdracht. Wat houdt dat in, kale overdracht? Alleen het spullen, geen levende handel. Oh. Nee, ik zit mijn eigen beesten erop. En het liefst, hè, ga ik een mega stap houden. Ja, als ik het rondkrieg met de bak. Maar dat moet wel lukken. Ja, maar onze beesten dan? Jullie beesten. Ja, verkopen zou ik zeggen. Veel is het niet, maar ja, ik krijg er wel iets. Al ligt iets voor, hè. En onze Piet? Piet? Ja? Ja, maar de Piet die hoef ik niet. Nee, mijn eigen neef komt in de zaak.
naar trouwe dienst. Je heet het, buurman. Oké, nou dan neem ik hem er wel bij tot z'n ouwe. Maar er moet wel de prijs omlaag, hè? Goed. Ik ga van ze zeggen praat met de buik. Hebben jullie even niet om na te denken? Maar ik zou niet al te veel tijd gebruiken om na te denken voordat jullie echt in de problemen komen. Goeiedag. Weet je, ze willen hier in het dorp al een hele tijd een
We zouden een theetent kunnen beginnen met ijsjes voor de kinderen. En een van de stallen kunnen we verhuren voor kinderfeestjes met knuffeldieren en ezeltje Prik. En ik zou wel een creakamp kunnen geven. Dan zetten we wat stretches op de zolder van de schuur hiernaast. Wat denken jullie ervan? Lijkt het wat? Ik weet het niet hoor. Een kinderboerderie en creakampen? Maar wat kunnen die dan wel? Ja, en hoe zit dat met vergunningen? Oh, dat komt wel in orde. Volgens mij mogen boeren er tegenwoordig iets bij doen om rond te komen. Maar ik informeer wel bij de gemeente. Nou, denken jullie erover na, hè? Doei! Doei!